Het voordragen van Suriname aan de rest van de wereld is belangrijk en zal zorgen voor een aanstroom binnen de toerismesector met financiële voordelen voor Suriname. Suriname heeft daarom met 10 participanten voor de 9e keer deelgenomen aan de toerismevakantiebeurs in Utrecht, Nederland, de grootste beurs in Europa. Dit vertelde Sylvia Ang, voorzitter van Suriname Hospitality and Tourism Association, SHATA. Gezien de negatieve berichtgeving van Suriname aan de buitenwereld, is het zaak om ons land op de juiste wijze te presenteren. Enkele directe resultaten zijn de stijging in boekingen van touroperators van ons land, zegt Ang. Maar een ander resultaat is ook van, je moet een zaadje natuurlijk planten en het gaat niet direct een boom worden. Dus, en dan misschien kan het wel over een jaar pas, als ze zeggen van, we zijn toen op de beurs geweest, we hebben jullie ontmoet. Dus vandaar eigenlijk, vandaar dat ik ook zeg van, je moet een vertrouwensgevoel creëren en dat doen we dus constant door er zijn. En ook als ze met klachten komen of wat dan ook, we zijn er gewoon. Om te laten zien van Suriname is er en die bedrijven zijn er. Het is aangeraden om vanuit de overheid de nodige faciliteiten te ontvangen. Met de verwachte toerismestroom is het ook aangeraden om te werken aan mogelijke herstelwerkzaamheden waar nodig, voor het steeds beter uitbreiden van faciliteiten, plekken en of projecten. Het gevolg daarvan is dat men toch wel interesse heeft om meer te investeren. Stel je hebt maar een klein resort dat je denkt van nu moet ik extra gaan doen. En ook de overheid zelf, dat ziet het in en ze moeten misschien werken aan uitbreiding van luchthaven. Dus dat zijn allemaal de positieve ontwikkelingen. En we gaan natuurlijk niet direct groot gaan groeien, maar er zijn wel stappen. En als ze zien dat de bijdrage van de toerisme sector behoorlijk is, dan kunnen ze zeggen van oké, de ontwikkeling gaat toch de positieve kant uit. Dus vandaar dat wij eigenlijk op die manier helpen. Wij ondersteunen het beleid van de regering in dit geval. En zij moeten natuurlijk ons ook wel faciliteren. Ang roept de overheid op voor een betere samenwerking om de sector beter tot ontwikkeling te brengen. Ook elke Surinamer moet trots zijn op Suriname en een deel zijn van het positief uitdragen daarvan, besluit Ang.